Ah ja, Steve is ook zo'n vrouw die denkt dat ze weet hoe de vriend denkt. Ja, ja, ja. Ja, ja, precies, duidelijk. Dan zeg je, schat, ben ik vervelend als ik zwanger ben? Nee hoor, schat, nee. Maar intussen tegen de vrienden, godver, schat. Ja, zonderling, ja. Was ik maar even een dag weg van er. Oh, wacht, daar ben ik nu. En nog denk ik eraan. Dat deed mijn ex altijd. Daar ging ze altijd praten over shit terwijl ik net even iets wilde zien of zo. Echt dan, weet je. De hele dag kan je praten en dan als ik even iets wil zien, of iets wil doen. Ja, nee, nee, die snap ik. Zet ik altijd gewoon mijn tv uit en dan draaide ik echt heel overdreven naar de toe. En dan zei ik gewoon, nu mag je praten. Ik zeg dan altijd gewoon tegen de ja, dan weet ze gewoon dat het zat, dan loopt ze boos weg. Nou ja, dan wil ik wat zeggen, dan is het nog niet goed. Nee. Hallo. Soms snappen het gewoon niet. Laat die helemaal daar naartoe, waar ben je dan? Nou, wat is dat nou? Vrouwen zijn een klasse apart, joh. Ja, helaas. Vrouw, je kan af en toe nog beter kip houden, die kaart kan er nog in. Zijn maar voor één wereld. Oh. Hey, vrouwen, ik kan er wel drie doen hoor. Ik kan wel drie goede redenen vinden waar een vrouw goed voor is. Maar één zin. Ze strijken zeker. Ja, seks, koken, wassen, schoonmaken, strijken. Oh. Oh, dat zijn er wel al vijf. Ja, okay, zijn wel de... Oh, en kindje opvoeden. Een vrouw heeft maar één recht, hè, jongens. Dat is het aanrecht. Ja, soms zijn ze daar zelfs niet goed in. Hoi. Ik zeg soms. Ja. Kijk nou. Oh jee, dat wil vannacht op de bank slapen. Nou, lekker man, die slaapt nog lekkerder als mijn bed. Ah. Oh, lekker rustig. Ja. Ja. Wat heb ik met merciless, jongens? Weer merciless trouwens. 11-1. Niks? Het zijn best hele leuke vrouwen, maar je moet ze wel tegenkomen. Je moet een beetje met elkaar een beetje lopen, hè? Ja, helemaal mee eens. Als het loopt, dan wordt het niks. Volgens mij zit de vriendin naast hem, niet. Nee. Gelukkig ben ik al een tijdje single, want dat wil ik even zo houden nog. Ja. Ik wil je zeggen, dat is heerlijk genoeg. Alleen een wipje. Nee. Ik ben blij dat ik er net vanaf ben. Nee, schatje, ik hou van jou. Oh ja. Niks van de hand. Ruthless. Fishy. Hoe doe je dat al zo snel? Ruthless. Wow, ik loop echt achter met die stream. 16. Negentien streak. Hij oont ze. 19-1. Ben je dood gegaan? Nee, je gaat nu dood. Op een 19 streak, hè, in gun game. Holy fuck. Ja, dat ging weer lekker, hoor. 19 streak in gun game, jongens. Ja, donatie waard, hoor. Oh, ik ga dan drie keer dood op rij, maar ja, dat is een... Heerlijk, je voelde die spanning wel. Ja, tuurlijk. Jammer dat ik dood ging. Ik heb hem, 24. Ik ging dood en toen had ik een 19 strik, hè? Gewoon in gun game. Huh? Daar is Fischje weer. 19 streak in gun game, what the fuck. Nou. Volgens mij zei net iemand anders wat ik toch hier net. Hier, Ruthless. In gun game, hè. What the fuck. Wow. Gaat er wel een keer over 5 dagen naar Londen. Jongen. Ik ben hij gaat naar de London Dungeon. Dat is echt zo'n fucking mooi ding. Ik ben naar, naar de York Dungeon. Die is met een ringsman dit. Yes! Willen jullie echt een filmen hebben? Clear.
Wat? Willen jullie echt een enge film hebben? Ik kan er zo twee opnoemen, maar daar heb ik wel hulp nodig. Wat zijn twee goede enge films? Nou, ik zit er nu naar een keer te kijken. Exorcist. Hm? Weet je dat de remake van Evil Dead Rewind? Kingdom Hospital. Dat is een serie, maar die is fucking eng. Landshuis. Nou ja, het speelt zich af in het ziekenhuis. Dat is fucking eng, echt waar. Oh. Dat is niet meer gezond. Zodra er een belletje gaat als het goed is, heb ik het goed. Dan gaat er eentje dood. Maar hoe? Jezus. Ik ben Stephen King. Ja, en elke film van Stephen King moet wel een beetje eng lezen, toch? Nee. Bijna elke. Ja, wat ik persoonlijk altijd wel had, wat ik goede filmen vond, alle twee, Kill Bill. Kill Bill is wel goed, ja. Zo. Misschien is het natuurlijk geniaal van Tarantino. Ja. Ja, ik kan even voor snel misschien op de hand komen. 11-3 jongens, 11-0. En voor de mensen die echt van gruwel houden, je gaat over je nek, moet je Faces of Death kijken. Ja, nee, maar dat is omdat het echt is. Ja, dat is wel heavy, ja. Ja, maar die is blijkbaar nergens meer te vinden. Klopt. En zodra je... 15-0 jongens in Gun Game. Iedereen stil! 16-0. 17-0. 18-0. En ik ga dood. Op 18-0. Fuck! 18-0. Op Gun Game. Het is niet gegund. Oh my fucking god. Ik zou de gameplay wel bewaren. Ja, dat. Ik ga die allebei wel uploaden, denk ik. Dat is wel leuk. Ja. Handig, hè, Black Ops. Die hebben nog altijd tier-te mode. Nee hoor, ik neem toch op in mijn livestream. Ja, oké, okay, maar ja, tier-te mode. Heb je raw footage, hè? Dan heb je niet je logo's en shit erbij. Later word ik geïlluminated. Ik denk dat hij nu met Ossar met z'n opgaten, omdat hij er ook niet erin zit. My god. Oh, ik krijg een kill via een auto, die telt ook niet mee. Nou, die telt wel mee. Komt hij naast me? Nee. Dat niet. Nee, ja, Stevie, ga jij maar even Kingdom Hospital kijken dan. Kijk als je dan nog een keer normaal praat over horror. What the fuck? What the fuck? 18 streak, jongens, op een Gun Game weer. La lekker! Hé, hey, doe me denken aan het DLC-event. 18 streak. Oh ja, 18-3, ja, 18-0. Wedstrijd over jou. Omdat de wedstrijd kort duurt. Blijf het leuk vinden. Nee, maar ze waren echt zo slecht. Ik meen het serieus, ik had echt een DNA-bom gehad. Ze waren ja, maar slecht. Je voelt je ook zo kut. 18-3 is het potje voor mij. 18-3, ja, je leeft mensen.